Hallo lieve gasten en welgeëerd publiek. Mijn naam is Katrit Joosten, de kittige zus van Astrid. Zij kon er om financiële en strafrechtelijke redenen helaas niet bij zijn. Dus ik neem graag de honneurs waar. Goedemiddag, mijn naam is Peep Pinkelman, maar noem me gerust pa. Wij zijn uw quizmasters en het is ons een eer en een genoegen om u soelaas te mogen bieden tijdens deze barre tijden. Katrit, wat fijn dat je er bent. Ja, insgelijks. Laten we even kijken naar de regels. Heel goed. Laten we beginnen, Katrit, met een technische introductie. Okay. Oh, doei. Iedereen loopt er doorheen te tetteren. Dat kandidaat Sierksma in Studio 4. Die gaat gewoon lekker door met de eigen opname. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Die gaat terstond op mute. We gaan eventjes kijken naar wat de reglementen zijn voor deze 1,5 voor 17 miljoen quiz. We beginnen even met de technische regels. Gelieve allemaal uw microfoon uit te zetten. Doet u dat niet, dan zou Katrit met ferme hand en ferme, robuuste indruk uw microfoon voor u uitzetten. Gelieve al uw vragen via de chat kenbaar te maken. Er staat een serviceteam van verschillende webcare-medewerkers klaar om uw vraag te beantwoorden. Gelieve het Google Forum te gebruiken voor al uw antwoorden. U kunt in tweetallen spelen, onderling contact houden via de app. En alle antwoorden op de vragen maakt u kenbaar in de Google Form. En die stuurt u zo meteen in. En als laatste, het allerbelangrijkste, gelieve niet vals te spelen. Katrit. Ja, dan ga ik nu de regels van de quiz uitleggen. De antwoorden van de quiz, zoals gezegd, vullen jullie in het Google-formulier straks in. En de link die heb je gekregen, mocht je die link kwijt zijn, geef het even door in de chat of in de app. Nou, we gaan 12 vragen spelen. Bij elke vraag hoort een filmpje. En na het zien van het filmpje en het stellen van de vraag is er 1 minuut tijd om eventueel het antwoord zelf te verzinnen of op te zoeken. Want dat mag namelijk met 2 voor 12, dus ook bij 1,5 voor 17 miljoen. Vul dan na de vraag wel in dat je het hebt opgezocht. Dat kun je in het formulier zien. Na afloop van de 12 vragen krijgen jullie nog 2 minuten om eventuele ontbrekende antwoorden op te zoeken en in te vullen. Het team dat de meeste antwoorden goed heeft, wint. Maar als dat meerdere teams zijn, dan wint het team dat het minst heeft opgezocht. En als dat ook meerdere teams zijn, dan wint het team dat als eerste het antwoordformulier heeft ingezonden. Nou, dit team gaat dan door naar de finale en gaat spelen voor het 12-letterwoord. Belangrijk is dat je de antwoorden zowel in het Google-formulier zet, als ook zelf opschrijft. Want met de eerste letters van elk antwoord wordt later een 12-letterwoord gemaakt. Ik lees nu mijn script voor. Je hoeft het niet per se op te schrijven, want we gaan het ook voor jullie nog laten zien in het scherm. Nou, de finale ronde gaan we later uitleggen. En als iedereen zijn antwoordformulieren heeft opgestuurd aan het eind, gaan Tim en ik nakijken. Dat ze Pa Pinkelman en ik gaan 10 minuten nakijken. En kunnen jullie even gezellig kletsen, kunnen jullie een borreltje nemen, nou, wat jullie willen. En dan gaan we daarna dus met 1 team de finale spelen. Nou, dat was het volgens mij. Pa, ben ik nog iets vergeten? Nee, het is volgens mij waar en tevens juist. Prachtig. Belangrijk is dat wij een gratis pauperversie van het programma Zoom gebruiken. Dus als wij na 40 minuten er worden uitgezet, dan gaan we zo snel mogelijk in de andere studio verder. En dan is het dus niet onze schuld. Nee, dat is ook belangrijk. We zijn geen juridische consequenties aan ons. We kunnen hier geen rechten aan ontleden. Is iedereen er klaar voor? Ben jij het klaar voor? Ja, ik ben helemaal klaar voor. Oké, nou dan gaan we die niet langer in spanning houden en gaan we naar vraag 1. Ja, deze paddenstoel is naast de shiitake de meest gekweekte paddenstoel van Japan. De paddenstoelen zien eruit als dunne witte sliertjes.
Omdat ze in het donker worden geteeld, blijven ze mooi wit. En omdat ze met extra CO2 worden geteeld, krijgen ze de karakteristieke lange, dunne steeltjes. Ze zijn knapperig en fruitig van smaak. De paddenstoel kan rauw in salades gegeten worden en vaak zie je hem ook in de soep, bijvoorbeeld in de Japanse ramen. Hij wordt in Nederland soms liefkozend fluweelpootje genoemd. Maar onder welke Japanse naam staat hij ook internationaal bekend? Je krijgt nu 60 seconden om hierover na te denken, om te overleggen of om het eventueel op te zoeken. Katgerit, welke bronnen raad je aan in dit onderzoek? Ja, daar kan ik helaas geen uitspraak over doen. Oh, de tijd wordt rood, Katgit. Er wordt druk gegoogeld, zie ik. Ja. Nou, de tijd is om. Dit is, ja, je kan het niet makkelijker of mooier maken dan dat het werkelijk is. Hè? Ik bedoel, de wereld draait door. En zo ook deze speciale editie van 1,5 voor 17 miljoen. We gaan door naar vraag 2. En voor dit specifieke onderwerp blijven wij niet in Nederland, maar steken wij de landsgrenzen over. Wij gaan kijken naar Kesongo. Op het Indonesische eiland Java zet de politie spoken in om dorpelingen bang te maken, zodat zij thuis blijven en niet de straat op gaan. Volgens het hoofd van de lokale politie zijn veel dorpsbewoners nog niet doordrongen van het gevaar van het coronavirus en hebben ze hun levensstijl nog niet aangepast. Agenten dragen witte gewaden en zijn als spook geschminkt als ze in het donker de weg opgaan. De voorbijgangers die ze zien rennen snel weg. Sinds de politie deze spoken inzet, zou het een stuk rustiger zijn. Ja. De vraag luidt, wat naam van deze inleiding wilde verschijnen, ook wel bekend als verpakt spook? Ook wel bekend als wat voor spook? Verpakt spook. Oké, bedankt. Jij houdt de chat in de gaten, hè, als mensen vragen. Ja, zeker. Ik had een beetje onstabiele internetverbinding, dus ik heb zelf de vraag niet helemaal goed gehoord, maar ik hoop de rest wel. Akkoord. Ja, ik hoop het ook maar voor, anders wordt het heel moeilijk. We zoeken de naam van de lijkwaardig gehulde verschijning, beter bekend als verpakt spook in Indonesië. Ja, beter bekend. Jij weet dat natuurlijk wel. Ja, de vraag is of het, ja, hoe bekend het is, maar het is wel... Ja, beter bekend is, maar is allemaal alles relatief natuurlijk, in deze tijden. Dat is ook zo. Het is ook heel leuk dat sommige deelnemers buiten zitten, onder de parasol. Heerlijk. Geweldig, hè? Wij zitten hier gewoon in Studio 2 natuurlijk. Ja, wij zitten hier gewoon een heel persoon hoog en droog. Voor ons geen daglicht. Ja, zo snel gaat het. Ja, ongekend. We gaan alweer door naar vraag nummer 3. Even kijken hoor. Ja, deze prachtige antilope is slank, middelgroot en heeft een lange nek. De vacht is roodbruin of geelbruin van kleur, wat lichter op de schouders en ook aan het onderste deel van de flanken. De onderzijde is wit van kleur en alleen het mannetje draagt horens. Hij komt voor van Kenia, Oeganda en Rwanda zuidwaarts tot de Transvaal, Botswana en Oost-Angola. Met een geïsoleerde populatie in Zuidwest-Angola en Namibië. Ja, dan weet je dat maar. Waar ligt eigenlijk Transvaal, pa? Weet jij dat? Nee, dat durf ik niet te zeggen, maar ik denk ergens ter hoogte van jou. Dan wordt dat de vraag voor de volgende 2 voor 12. Maar de vraag nu is, wat is de naam van dit prachtige wezen? Dit dier. Het is echt een prachtig wezen trouwens. Echt waardevol.
Ja, er wordt weer druk gegoogeld bij de familie Kerstens in ieder geval, op de bank zie ik. En even kijken. Sommige mensen weten het ook gewoon uit hun hoofd, hè? Marien zit nog lekker even een kopje thee, heerlijk genieten zo. Ja. Fantastisch. Ik wil ook wel even een compliment uitspreken voor het feit dat elke kandidaat zich heeft aangekleed. Ja, en dat iedereen zich ook gedijst houdt. Dat is ook heerlijk rustig. Dat was hem alweer, Katgit. Ja. Dan gaan wij door naar vraag nummer 4. We gaan even kijken naar een klein stukje historie. Houston, we have had a problem here, klonk het afgelopen week precies 50 jaar geleden aan boord van de Apollo 13 vlucht naar de maan. Een klein verschil ten opzichte van het populair verbasterde Houston, we have a problem. Maar toch een belangrijk verschil als je het hebt over de nauwkeurigheid van communicatie. Deze nauwkeurigheid was van groot belang voor het mission control in Houston. Elk detail werd bijgehouden door een eigen eenheid. Allemaal geduid met een eigen afkorting. Zo had je Capcom, Fido, Guido en Booster. Wat is de afkorting van de eenheid die zich bezighoudt met Electrical, Environmental en Communication Systems? Sorry, kan dit nog een keer? Dit gaat me echt een beetje boven. Je hebt ik ben gekleed als raketwetenschapper, voor degenen die dat niet hebben gezien. En in deze luchtvaarttechnologiebranche heb je verschillende departementen die zich bezighouden met het praten met een luchtvaartuig. Capcom, Fido, Guido, Booster, is allemaal voorbeelden van. En hoe noem je de eenheid die zich bezighoudt met Electrical, Environmental en Communication Systems? Electrical, Environmental en Communication Systems. Oh, we krijgen een vraag in de chat. Dat mag, zeker. Electrical who, vraagt Albert. Electrical who? Electrical, environmental and communication systems. Electrical, environmental, communication systems. Wat zou daar de afkorting van zijn? Ja, Katgit, we hadden het al in de regie erover, hè, dat sommige vragen misschien toch lastig zijn. Maar ja, het is allemaal historisch correct, dus ja, je moet soms kiezen. Dat is ook zo. Gelukkig kan iedereen het opzoeken, hè. Hoor je. Gelukkig heb jij een dode kat op je hoofd, dat helpt ook heel erg mee. Wie zegt dit? Terstond verlaat deze uitzending. Ik ga deze meneer verwijderen. Dit kan allemaal zo niet langer. Iedereen eruit. Yo, het is mijn teammember. Kort. Nou, ik hoop dat jullie alles hebben gevonden, want we moeten toch door, weet je? Je moet door. Ja. Nou, we gaan naar vraag 5. Jij hebt afkorting Henk. Henk! Vraag 5. Kijk, dit schitterende aangezicht. Dit dorp ligt in de streek Het Gooi. En net als het nabijgelegen Laren is het van oorsprong een brinkdorp, waarvan nog veel boerderijen bewaard zijn gebleven. Eind 19e eeuw werd Het Gooi ontdekt door kunstenaars. Verschillende schilders vestigden zich hier en vormden er de zogenaamde Larense school. Zij legden zich vooral toe op het schilderen van het prachtige Gooise landschap en de interieurs van de boerderijen. Een van deze schilders was de Amerikaan William Singer, waarnaar het museum Singer-Laren is vernoemd. Hij liet in 1937 een villa bouwen in dit dorp, die enkele decennia dienst deed als gemeentehuis. Het dorp ligt aan het Eemmeer, waarin ook het eiland De Dode Hond ligt.
Wat is de naam van dit dorp? Schitterend. Pittoresk. Dus Kastrid, heb ik het juist dat wij op zoek zijn naar de naam van het dorp? Ja, akkoord. Ja, dat klopt. Geweldig. Ja, het is echt een brinkdorp, hè? Ken jij nog meer brinkdorpen, Tim? Pa? Niet Google een dode hond, jongens. Je bent zelf een dode hond, ten eerste. Ten tweede, ik vind het heel duidelijk dat iedereen inbelt in deze uitzending. Ja? Om ons te voorzien van gevraagd en ongevraagd commentaar. Andere brinkdorpen, bijvoorbeeld Laren. Ja, inderdaad. Ja. Hadden we al gezegd de Stichtse Vecht? Nee, maar dat heb je nu snel zitten googlen, denk ik. Oh, nee, dat zou ik nooit doen. Ik heb gewoon een enorme kennis van... Van brinkdorpen. Terpdorpen, ja. En brinkdorpen. Nou, je hebt altijd laatkomers, hè? Francine Wachtimouri. Ja. Toch blij dat je er bent. Hartelijk welkom, hè, Effie? Oh, ze is nog aan het connecten. Ach, dat moet ook. Je moet allemaal niet overhaasten. We gaan door naar vraag nummer 6. Hopelijk houdt iedereen het een beetje. We gaan ook in een moordend tempo. Maar ja, dat is net als bij de echte Astrid. Die wacht op niemand. We gaan terug 75 jaar in de tijd. En wij kijken hier naar Wijlen, mijn daadwerkelijk biologische oud-tante. Corrie van Balen-Bos, die op 10 april 1945 op 19-jarige leeftijd omkwam in het verzet van Deventer. Bij een poging om een strategische brug voor de Canadezen beschikbaar te houden. 45 minuten nadat zij en 7 anderen gefusilleerd zijn geraakt, is Deventer alsnog bevrijd. De gebeurtenis waarin dit plaats heeft gevonden, zou de geschiedenis ingaan met het naam refererend aan het merk smeerolie, waarachter de verzetstrijders zich verschuilden. De vraag luidt, wat is de naam waarmee dit incident in de geschiedenisboeken is terug te vinden? Ja, dit heb je natuurlijk allemaal op de middelbare school gehad, dus dit zou je moeten weten. Ja, dat weten. Zou je allemaal moeten weten. Dus we praten over de bevrijding van Deventer. 45 minuten voor de bevrijding van Deventer zijn er enkele verzetstrijders gefusilleerd, waaronder mijn oud-tante. En wat is de naam van deze gebeurtenis? Dat waren alweer 60 seconden. Dat gaat allemaal veel te snel. Ja. We komen nu bij een heel bijzonder moment. Is dat niet waar? Ja, absoluut. Want waar gaan wij nu heen, beste Kastrid? We gaan met een paardensprong richting de paardensprong. Geweldig. En voor de mensen die niet weten wat het is. Je gaat proberen een woord te maken met deze letters. Je moet ergens een beginletter kiezen. Je weet nog niet welke het is. Stel je voor, je kiest de letter... R als beginletter. Ja, ik ben even aan het wachten op het filmpje. Ja. Oh, oké. Mijn vader heeft het filmpje niet goed ingezet. Akkoord. Je begint met de letter R. En dan moet je nog kiezen, ga ik met de klok mee of ga ik tegen de klok in? Nou, ik ga met de klok mee. Dan sla ik 2 letters over. Ja, dit is het filmpje. En dan kom ik bij de O. Dan sla je weer 2 letters over. En dan kom je, als het goed is, bij de E. En dan kun je misschien zelf wel een beetje bedenken wat het wordt. Het wordt het roeiboot. Dus steeds zitten er 2 letters tussen. En dat kan zowel met de klok mee als tegen de klok in. En we gaan die ook 30 seconden gaan we de paardensprong openzetten. Dus succes. Handen aan de knoppen. Waar is... even kijken of die... Is die wel meegekomen? Oh, is die. Daar gaan we. Succes.
Oh, dat ging snel. De tijd vliegt als je lol hebt, Kastrit. Ja. Dan gaan we door naar vraag 8. We krijgen tijdens de tijd een paar willekeurige aftelmomenten, dat is niet zo heel erg. Vraag 8. Ad majorem Dei Gloriam. Tot meerdere eer van God is het motto van deze orde, die in 1534 opgericht werd door Ignatius van Loyola. Deze Spaanse geestelijke zou na zijn visioenen van Christus afreizen naar Rome op zoek naar een pauselijke goedkeuring voor het oprichten van de sociëteit die tot de dag van vandaag bestaat. Wat is de naam van deze orde die zijn Nederlandse zetel in Antwerpen heeft zitten? Jij hebt in ieder geval je haren wel op orde, pa. Dank u wel. Zoals ik altijd zeg, ad majorem Dei Gloriam. Ja. Wat is de naam van deze orde die sinds 1534 bestaat? Nou, er worden even wat orde op zaken gesteld. Hier zie ik via de Google, de Wikipedia. Kastrit, hoe oud was jij in 1534? Oh, toen zat ik toch zeker al wel op de middelbare school, denk ik. Maar ik heet niet Kastrit, hè? Ik heet Katgrit. Oh ja, kort. Sorry, Katgrit. Dat is waar. Ik zie dat er meer mensen hun haar op orde hebben. Ik zie... Ja, wie is het eigenlijk? Die is op deze manier. Trekken ze haren uit haar hoofd. Oké. Okay. Oh, wat een beeld. Ik zie inderdaad ook een paar prachtige Kitty Kristal en andere dingen verschijnen. Heel mooi. We gaan door naar vraag nummer 9. Absoluut. En vraag nummer 9 gaat over de Brandenburger Tor. Dit is de enige bewaarde stadspoort van Berlijn. De eerste poort stamt uit 1734, maar in 1788 werd op dezelfde plek een nieuwe poort gebouwd in opdracht van de Pruisische koning Frederik Willem II, ter herinnering aan de bezetting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1787. De poort is 26 meter hoog en 65 meter breed en vormt de afsluiting van de straat Unter den Linden. In de jaren 60 van de 20e eeuw werd de Berlijnse muur aan de westzijde langs deze poort gebouwd. De Brandenburger Tor stond in het Russische gedeelte en was vanaf een verhoging te bezichtigen vanuit het westen. Het was 30 jaar lang niet mogelijk om onder de poort door te lopen. De vraag is, in welke bouwstijl is de Brandenburger Tor gebouwd? Dus we zoeken de bouwstijl van de Brandenburger Tor. Katgit, waar zijn we nou op zoek? We zijn op zoek naar de bouwstijl van de Brandenburger Tor. Fantastisch. Ja. We hebben er samen nog eens onderdoor gewandeld, weet je nog? Weet je nog dat wij samen hand in hand liepen? Hand in hand, unter den Linden. Unter den Linden. Toen reden vogels nog van oost naar west. Ja, dat weet ik nog goed. Toen zei je nog, Gunst, waarom vliegen ze niet gewoon van noord naar zuid? Ja. Oh, hierna komt een van mijn lievelingsvragen. Nou, Kastrit, dat kun je wel stellen. Want het is tijd voor een heel bijzonder moment. We gaan het hebben over sport en spel. Ja. Als het goed is. Oké, daar komt-ie. Wat wij hier zien, dames en heren, dat is niet echt een toepassing. De vraag luidt als volgt, vraag nummer 10. 2019 was het jaar voor Spikeball, beter bekend als Flurpyball, Squirpyball, Spikeball of nog veel andere namen. 2020 zou het jaar worden voor een nieuwe rage. Deze betrekkelijk nieuwe sport die wij zoeken is een combinatie van tafeltennis, badminton, squash en tennis en vindt zijn oorsprong in Finland. Je speelt één potje van elk spel tegen iemand en degene met de beste overall score wint.
Wat is de naam van deze nieuwe rage die dankzij de coronacrisis helaas nooit door meer dan één zus gespeeld is? We zoeken de naam van de nieuwe rage. Een combinatie... Ja, rage. Ik zou het een echte sport willen noemen. Dit is gewoon een sport. Maar kun je vertellen welke vier sporten combinatie is het ook alweer? Nou, je begint altijd met tafeltennis. En dan ga je daarna door naar de badminton, vervolgens naar squash en dan eindig je met tennis. Ja, het is echt geweldig. Een geweldige sport. Zeker. Ik heb het zelf vaak mogen spelen. En was je er ook goed in? Nou, ik heb toch meerdere partijen gewonnen. Samen met mijn zuster heb ik een keer meegedaan. Ja. Toen werden we kampioen. Maar ja, daar deden wel maar twee andere teams mee. Maar oké. Okay. Je doet wat je kunt, weet je? Je doet wat je kunt in deze turbulente tijd. Oh, dat is niet aan het aftellen, hè, per se. Oh. Dat had je even moeilijk zeggen. Nou hier, kijk. Oké, okay. 40 seconden eraf. Iedereen strafpunten. Ja, dan is het alweer tijd voor de ene laatste vraag. Ach jongens, zit iedereen nog een beetje goed in? Ja, ongetwijfeld. Ja, ik krijg weinig verzoekjes in de helpdesk, dus dat is goed. Oh, dat is een goed teken. We gaan naar vraag 11. Deze koningin van de 18e dynastie van Egypte, die als grote koninklijke vrouwen heerste aan de zijde van farao Akhenaton. Zij is de vermoedelijke stiefmoeder van Toetanchamon. En zij dankt een groot deel van haar bekendheid aan haar buste. Ik zou wel willen zeggen haar robuuste buste. Die bewaard wordt in het Neues Museum in Berlijn. Dan hebben we toch weer een klein beetje Berlijn. Dat hadden wij eigenlijk... Ja, nou ja, oké. Okay. Dus wie zoeken wij? Hoe heet zij? Deze koningin van de 18e dynastie van Egypte. Prachtige vrouw. Een werkelijk prachtige vrouw. Echt een robuuste buste, hè? Echt een enorme buste. Nou, we zijn straks bij de laatste vraag. Daarna kunnen jullie even gezellig met elkaar bijkletsen. En dan gooien we de chat open. Dan kun je lekker een en al anarchie met elkaar... Precies. Lekker een beetje rellen en schellen en lollen en herrie maken. Katgrit, kan het kloppen dat jouw zoon niet aanwezig is? Nee, die heb ik eventjes buiten moeten sluiten. Want die kan niet tegen dit blikkerige geluid. Die zou me meteen te grazen nemen. Teun Rinkelmans. Je zit wel in een prachtig decor. Kun je daar iets over vertellen? Nou, ik spaar dus die dozen van het kattengrit eigenlijk. God, en die staan volledig verspreid over mijn kamer. Dus je ziet nu een klein deel van het decor. Prachtig. Ja. Wat heb je toch ook een rijk palet aan hobby's. Nou ja, en dit is dan dus mijn zoon. En hij leeft tegenwoordig zonder kap, gelukkig. God zegene zijn gezondheid. En ik heb ook het amulet van mijn overleden achter... Nicht. Om. Mooi. Katgrit, jeetje. God, jij ruikt ons allemaal. We gaan door naar de laatste vraag van deze quiz. Dat is normaal gesproken de muziekvraag. Dat is het nu ook. Echter hebben wij geprobeerd om jullie niet te martelen met het blikkerige geluid van streamende muziek. Dus de vraag luidt iets anders. We gaan eerst een stukje luisteren naar de muziek en dan komt pas de vraag. Dit gaat over een tijd. Een lang voor een tijd. Ik ben het niet vergeten, als beginnend kunstenaar. De verf zat vaak tot aan mijn haar. De ouders op elkaar, en ik met een tafel, twee kapotte stoelen. Het was kortom geen beelden, maar het was wel de plek waar onze liefde deelde. La Bohème, La Bohème, we waren jong. We hadden tijd, een hoop, La Bohème, La Bohème. Het was voor eeuwig, voor altijd, het was voor goed. Hij poseerde voor mij,
vaak tot diep in de nacht. Jij gaf mij een inspiratie, de liefde tussen jou en mij, besloten. Ja, Katje, dit liedje is ook één op één van toepassing op mijn gevoelens ten opzichte van jou. Ten eerste ben jij een La Vie Bohemienne en geef je mij enorm veel inspiratie. Dankjewel. Dat ook even gezegd hebbende. Dan nu de vraag. Wij luisterden hier naar La Bohème van Charles Aznavour, vertaald en uitgevoerd door André van Duin. Hij schoof vorige maand aan bij de laatste uitzendingen van De Wereld Draait Door om te praten over troost, net als waar deze quiz voor bedoeld is. En over zijn eigen welzijn na het overlijden van zijn partner aan het begin van dit jaar. Wat was de naam van deze overleden partner met wie André ruim 18 jaar samen was? Wat is de naam van de overleden partner met wie André ruim 18 jaar samen was? Dan geven we ze even een paar seconden bedenktijd voor, want dan gaan we door naar... Ja, en we zoeken de voor- en achternaam. Ja, zeker. Dit gaat door. Katgert, wat is hier in vreesnaam aan de hand? Ja, nee. Gaat dit goed met de klok? Ja, dit is volgens mij wel, denk ik. Oké, okay, ja. Dat klopt dat dit de laatste 2 minuten zijn. Ja, dat betekent dat iedereen nu nog 1 minuut en 45 seconden heeft om zijn antwoordformulier te gaan verzenden. Dus zoek nog even wat laatste dingetjes op. Schrijf het in het formulier. Vul je teamnaam in en klik op verzenden. En dan krijg je nu een goede vraag van Jury. Welke letter telt mee voor het woord, pa, van die laatste vraag? De achternaamletter? Ja, de achternaam. Ja. Dus de letter van de achternaam, ja. Dus eigenlijk is het de achternaam is ook voldoende om te geven. Ja. Nou, ik heb al 12 formulieren binnen. Dit gaat ongekend snel. Meen je? Dit ja, dat meen ik echt. Dat is echt geweldig, toch? Iedereen houdt zich keurig aan de regels. Dat zien wij graag. Kijk, de tijd is verstreken. Ik ga even... Oh, jeetje. Ja, ik ga even kijken hoeveel formulieren ik inmiddels binnen heb. En het zijn er 15. Ik ga even de teamnamen oplezen. Als je teamnaam er niet tussen zit, dan app mij eventjes of zet het in de chat. Be Ready doet mee. De Solo Alexander. Team Alice. Vinkelbert. Het winnende team. Huibers en Hesseling. Connie Komen. Rennes Fauma. Dipsam. Poep en Poep. Vind ik goor, maar oké. Okay. Peter en Marien. Van Helden en Sonja. Anderhalve Zol. Dokies en Propjes en Aqua, Noora en Eva en Welmoed. Mis je jouw team? Zet het eventjes in de chat. En dan komt het hopelijk in orde. Dan gaan we nu naar het volgende gebeuren wat er plaats gaat vinden. Namelijk het conclaaf. Dat is waar jij en ik in retraite gaan, Katgert. Ja. Goed is. Fun fact. Wij zien hier Astrid Joosten in Zieses Vliegen 2011. Waarbij zij als verschillende historische figuren heeft opgetreden. Dus ik hoop dat jullie daar eventjes van kunnen genieten. Hoe het gaat werken, is dat wij in conclaaf gaan. Hoe lang ongeveer? Ja, ik hoop, ik zou zeggen max 10 minuten, maar ik hoop dat het korter kan. Ja, ik hoop dat het korter kan. Ja, dit gaat, kunnen we natuurlijk geen uitspraak over doen nee. Voorhand. Laten we zeggen dat wij hier proberen zo rond 4:50 weer terug te zijn. Ja, dus blijf eventjes zitten. Neem lekker een hapje, een drankje, een sigaretje, een borrelnootje, weet je. Neem het lekkers.
En dan zien we jullie over 8 minuten ongeveer weer terug. Wat ik nog vergeten ben te zeggen, ik hoop dat jullie nog even luisteren, is dat het niet de bedoeling is dat jullie al gaan puzzelen met het woord. Dus het enige wat jullie mogen doen is nu gezellig eventjes jezelf vermaken. Ik zie Marien al, ja, die zat al druk te puzzelen. Nee, dus je mag, ja, je moet eventjes wachten. En dan komen we straks bij jullie terug. Mogen we nu gewoon kletsen? Ja, tuurlijk! Vertel wat gezellige verhalen aan elkaar. Dat is toch super? Dennis en Rick zitten jullie lekker te kanen, jongens. Ik heb pinda's. Broer. Dat is even een hele andere pauze act. Lekker hoor. Wat deed jullie? Ik zag het niet. Had een heel grote staaf. Een grote wat? Een hele grote staaf. Daar zijn we van hem gewend natuurlijk. En van Helden en ik Sonja. Ik was geïnspireerd door Frankofiel, Astrid en hebben stoplood meegenomen. Wat zalig. Zeg Sonja Tsiriksma, wij zien een derde speler in jullie team. Klopt dat? Maar met elkaar te bellen, maar... Een derde been? Een derde speler. Als je bij Jent kijkt, godverdomme. Bij Marieke gaat het er ook allemaal niet solo aan toe. Zeg Van Helden, wat is dit voor... Het valt ons op dat de alcohol weer rijkelijk vloeit. In Breda. Maar wel netjes buiten beeld. Zijn Pa en Katgrit nog bereikbaar? Of moeten we de vragen tot zometeen bewaren? Nou, oké. Okay. We houden hem even vast. Wat heb je nu in godsnaam te vragen? Nou, Alwin en ik hebben de letters niet genoteerd. Dus de vraag is, krijgen we die nog terug? Als je in de finale zit, krijg je die op het scherm. Oh, oké. Okay. Akkoord. En als je niet in de finale zit, dan kun je de tering krijgen met je woord? Of hoe ja, dan heb je blijkbaar niet verstandig meegedaan. Riem.
Trouwens, kun je ook niet met een omweg winnen als je kunt vertellen hoeveel Astrids er zaten in deze presentatie? Goedenavond, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Oh, nee, die doet niks meer in... Oh. Even kijken hoor, Astrid. Ja, ik denk dat iedereen weer terug is. Weer terug bij af. Of weer terug bij het begin. Ik zou zeggen, cheers, Juri, Jente en Cornuiten. Allemaal Cornuiten, en zuster ook, en Arkie Peters. Lekker aan de 0.0. Proost ook voor Eva Kreuze. Proost voor iedereen. Proost voor Connie. Ik ben blij dat Connie toch kon komen. Ik ook, dat verheugt mij. Pa! Ja. Ben je daar? Ik ben hier. Kun je mij ook zien of dat niet? Ik hoor je helaas niet. Eén moment. Wacht eventjes hoor. Ik ben wel volgens mij aanwezig. Pa? Hallo? Ik ben hier. Ik ga je even bellen. Ja, even wachten. Ik ben hier aanwezig, maar ik hoop dat je mij kan horen. Ja, hallo, hier ben ik. Ik hoor jou niet. Ja, ik hoor mijzelf wel. En ik hoor jou ook via de speaker. Dus ik weet niet wat... Ik hoor jullie beiden. Ja, nee, mensen horen ons beiden, dus het gaat goed. Ja, maar dat is niet mijn probleem, Katstrit. Dus nee, de mensen horen ons wel. Ja, oké, maar dan ga ik gewoon praten. Ja, praat maar. Ik ben er gewoon bij in gedachten en in energie. Of is dat, nee, ik laat je gewoon nu op de telefoon staan. Dat kan wel, toch? Ja, dat kan ook wel, maar ik vind het helemaal geweldig. Ja, zeker. Ik ga nu wel. Akkoord en tevens juist. Ja, beste mensen, we hadden even wat technische problemen, maar ja, dat hoort er ook bij.
We gaan... ja, de jury is eruit. We hebben een top 3. En het is toch leuk om die even te benoemen. En dan gaan we met de nummer 1 gaan we het finale spel spelen. Op de derde plek zijn geëindigd. En dat is wel heel erg leuk voor mij. Want het is allemaal mijn familie. Ongelooflijk. Namelijk zowel mijn moeder als mijn zuster en mijn schoonzuster zijn fantastisch. Dus daar wil ik jullie van harte mee feliciteren. We zijn nummer 3. Iedereen heeft trouwens het goed gedaan, want bijna iedereen had alle antwoorden goed, dus dat is echt fantastisch. De een had moeten opzoeken dan de ander. Nou, de tweede plek, ook ongelooflijk goed gedaan. En de tweede plek is voor Merle en Jente. Geweldig gespeeld. Of Jente en, ja, ik weet niet wie er nog meer naast je zit. Jente, wie zit er naast je? Ik zou je even unmuten. Wie zit er naast je, Jente? Oh. Ja, dat okay, nou, mijn computer loopt een beetje vast. Dat Karel naast haar zit. Hartstikke leuk. We gaan door. We moeten weten wie het winnende team is. Het winnende team is team Marcus en Marieke Huibers. Van harte gefeliciteerd. Ongelooflijk. En we gaan meteen het woord spelen. Ik ga zo meteen de timer aanzetten. Oh ja, ik ga nog eventjes uitleggen hoe de puntstelling werkt. Een momentje. Alles loopt hier in het honderd. Maakt het maar niet uit, Katrin. Je bent erbij, hè? Dat is belangrijk. Dat is het belangrijkste van ons allemaal. Zo. Jullie krijgen straks alle letters van jullie gegeven antwoorden in beeld. Je weet nog niet of de antwoorden goed zijn. En jullie gaan proberen het 12-letterwoord te raden. Zodra jullie starten, gaat de tijd lopen. Voor elke letter die jullie kopen, komen er 10 strafseconden bij. De gekochte letter komt op de goede plek in het woord te staan. En het wordt een vraagteken als het antwoord fout is. Je mag zoveel letters kopen als je wil. Maar voor elk antwoord dat jullie uit het hoofd... En voor elk antwoord dat jullie uit het hoofd wisten, gaan er weer 5 seconden af. Dus dat is weer heel gunstig. En uiteindelijk wordt dan jullie eindscore berekend. En ja, je wil een zo laag mogelijke score halen. Want bij de volgende editie van 1,5 voor 17 miljoen gaat een ander team proberen jullie score te verbeteren. Is het duidelijk voor jullie team? Ik ga jullie van de mute halen. Ja, we moeten even audioverbinding met hun hebben. Ja. Ja, we doen het. Even kijken hoor. Ach, wat geweldig. Huibers en Hesseling. Wat een spanning gaat het worden. Zijn jullie er klaar voor? We hebben al gepuzzeld in de pauze. We weten het al. Dat is niet de bedoeling. Expliciet was dat verboden, maar goed. Oh, punt. We zijn gedisqualificeerd. Ja. Sorry, ik heb het even niet meegekregen. De kastrit? Ja. Ja, ze hebben het al opgelost, maar het maakt niet zoveel uit, want we gaan het toch doen. Ja. Dus ben je er klaar voor, kastrit? Dit is al duidelijk. Katrin, wat is er voor gedisqualificeerd? Ik heb het niet meegekregen. Wat is hier gebeurd, pa? Ik heb hier een lijstje met mijn antwoorden, dus ik ben... We gaan puzzelen, dat mag toch? Nee. Ja, nou, dan niet. Sorry. Ja, maar Marieke die is hoogbegaafd in het in één keer dit soort dingen oplossen. Want die zag het meteen. Ja, echt. Ja, ik zag het ook meteen. Ja, zie hier. Ja, kijk, nou, ze hebben ook gedaan. Dus we moeten een nieuwe. We moeten een nieuwe. Een nieuwe puzzel. Maar we weten nog niet of het goed is. Nee, dat is raar. Okay. Nou, we gaan het gewoon alsnog spelen. Dus doe gewoon eventjes al... Ja, ja, ik weet het ook niet. Voor de vorm. Oké. Oké. Astrid, hou je de tijd bij? Ja, dat doe ik. Ja. Daar gaan we. In 3, 2, 1. En dat is super. Eigenlijk het laatste duwtje dan... Ja, en dan was het ooit wat van sammel bij. Wat moeten we nou doen? Moeten we er raden? Ja. Ja. Zeg maar, koop maar een letter in. B. Oh. De B, oké. Okay. De B van 5, nou die is goed. Ja, de B van 5 is goed. En die komt hier te staan. Wacht even, doen we nou tegelijkertijd of niet? Absoluut niet. Alleen de nummer 1. Ja, oh, maar wij zijn helemaal geen nummer 1, we waren nummer 3 toch? Of 1? Nee, jullie waren de 1. Eerste. Oh, binnenpretje. Oh, ja. Oh, ding. Ongelooflijk snel. Ding. Oh, we hebben gewonnen, Pup. Ding, 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 ding. Ik wil heel graag bedanken. Is het mogelijk? Geweldig. Ja, is dat het? Geweldig gedaan.
Ik heb heel veel duidelijk, Kastrit. De leraar van mijn lagere school, die wil ik ook bedanken bij deze. Ja. We hebben duidelijke winnaars. Dat zijn namelijk Marieke en Marcus. Van harte gefeliciteerd. Jullie krijgen van mij de 1,5 voor 7 miljoen medaille omgehangen. En we gaan nog eventjes kijken naar de antwoorden. Iedereen? Hallo? Ja, laten we dat doen, Kastrit. Dat is toch heel leuk. Ja. Kastrit, wat was vraag 1 ook alweer? Dat ging over die paddenstoelen en dat zijn Enoki. Oh, alles loopt vast. Enoki, precies. Enoki, 2 Oki, maakt allemaal niet zoveel uit. Het Indonesische spook waar wij op zoek naar waren was de Pokong. Ja, en de wonderlijke gazelle, of wat was het? Dat is de Impala. Heel goed. En het communicatieagentschap bij de NASA heet ECOM. Ja, en het Brinkdorp waar we naar op zoek waren was Blaricum. Rust in vrede, oud-tante Corrie, opgekomen bij het Twenteldrama. Ja. Nou, dit zijn jullie zeker niet een nietsnut, want jullie hebben hartstikke hard gewerkt. Dat was de paardensprong. Dit zijn jullie ook zeker niet, anders zaten jullie niet op zondag met z'n allen op Zoom aan de alcohol. Jezuïten. Ja, dat is correct. De Brandenburger Tor is gebouwd in de neoclassicistische bouwstijl. Zodra we allemaal weer in het Griftpark kunnen zijn, wil ik graag met jullie een potje racquetlon spelen. Ja, of we gaan met elkaar naar de robuuste buste van Nefertiti in Berlijn. Heel leuk. Rust in vrede, Weide Martin Elverink. Ja, dit waren de antwoorden van deze editie van 1,5 voor 17 miljoen. Wij hopen dat jullie een leuk binnenpretje hebben gehad. Wij in ieder geval wel. Dus hartelijk dank voor het meedoen. En pa, wanneer komt eigenlijk de volgende editie van 1,5 voor 17 miljoen? Nou, wat ons betreft gaan we hier een wekelijks fenomeen van maken. In principe hebben wij toch niet anders te doen dan binnenpretjes te vieren. Dus wij staan open voor input in de vorm van vragen. We willen graag een redactie opstellen. En als er meer mensen zijn die dit leuk vinden, laat het ons dan eventjes weten. Stuur een brief naar Avrotros onder vermelding van katrit@joosten.nl. En dan hopen we dat we binnenkort weer een editie kunnen hosten. Ja, ik zie ondertussen nog wat levendigheid in de chat. Namelijk een vraag van Eiknijnenburg. Hoeveel wisten de winnaars uit het hoofd? Nou, jullie hebben er 7 opgezocht. Geloof ik. Oh ja, en dan ja, precies. En 3 uit het hoofd. En de paarsprong, nou ja, et cetera. Handtekeningen Katrit, van mijzelf dus. Albert Meijer, die kan ik nu eventjes niet uitdelen. Want ik zit in quarantaine. Maar jij bent de eerste. Als alles weer normaal is, ben je de eerste. Katrit, klopt het dat jij graag Katremijn speelt in je eentje? Om Albert Meijer te spelen? Dat klopt. Het lukt niet altijd, maar ik probeer het wel. Nou, dan sluiten we. Er komt nu het informele borrelmoment. Ik zou zeggen, trek het nog eentje open. En dan ga ik eventjes de tune nog een keertje aanzetten. En dan willen jullie heel erg bedanken voor het meedoen. En zien we nou, het was hartstikke leuk. De volgende keer weer bedankt. Bij 1,5 voor 17 miljoen. Gefeliciteerd! Applaus voor de presentatoren! Hartstikke leuk! Goed gedaan! Voor deze gezellige middag. Gezellige middag allemaal. Geniet van jullie dag. Doei! Niet van jou dag. Oké, jongens. Jongens, van de winnaars even een tip voor iedereen. Drinken tijdens de wedstrijd helpt enorm. Ja. Oh, een goede tip. En hij heeft nog wel corona. Ik heb nog wel corona. Oh ja, wat erg. In een flesje? Een flesje, ja. Precies. Oh, corona. Doei! Allemaal. Katrit? Ja, dat ben ik. Even de vierde muur doorbreken. Moet je even kijken. Dit is heel bijzonder. Hier blijf ik voor, hoor. Ik ook. Sowieso. Ik wil gewoon als winnaars nog even... Ja, ik weet niet. Ik blijf hem. Wat? Kun je ook zo doen? Dit is toch ook heel prettig. Wow, dit is geestverrijmend. Leuk dat iedereen nu gewoon backstage kan, hè? Dat is gewoon wel echt super. Dit is echt wel leuk. Ja, natuurlijk ook. Ik krijg ook heel veel verzoekjes binnen nu in de chat.
voor mijn zoon. Ik zal even kijken of ik die kan vinden. Ja, gezellig. Zoon. Ja, maar ik was even nee, hij wil niet. Hij voelt zich afgewezen. Ja. Nou, dan niet. We willen de zoon zien. En straks zit er een oh, hoe heet dat? Hoedje op je hoofd, hoe heet dat? Het oude nest 4U. En u en ding al. Ja. Waar is Teun Rinkelmans? Nou, heb je van papier? Liet u nog meer half overspannen geworden nu, na dit spel? Ja. Nou, dat is niet de bedoeling van dit binnenpretje. Heb jij een ander woord gevonden? Ja, even recent. Dat klopt niet. Dat is niet echt een ander woord. Ja, maar het klopte niet. Ik had 13 letters, dus dat klopt niet. Dat wordt wel. Even centrum, ja, goeie. We zaten even vast op bitprentje. Dat was het ook niet. Bitprent, binnen dag, we hebben geen D. Bitprentje, ook nog. Ja, en toen zat ik eerst met de M van macht en L verringd. Ik dacht, dat kan niet. Dat was de E. Nou, en toen kwam het. Ik heb een hond aan mijn zoon. Kijk. Dus waar rest hij dan? Ik zie hem niet. Je moet even praten, ik ben niet in beeld. Jawel. Zo, hier, mijn zoon. Hij deed een dutje. Maar ik zie je niet. Jawel. Hier. Ja. We hebben Teun gezien, dus we kunnen wel rest in peace. Oké, doei, dankjewel. Dankjewel. Bedankt voor het meedoen. Doei, was leuk. Hoe moet ik het stoppen? Lief meeting. Doei! Oké, ik ga je even ophangen. En dan ga ik je even bellen. Kunnen we even evalueren? Inderdaad. Dag allemaal. Tot volgende keer. Bedankt. Doei. Wanneer krijgen we onze medaille?